men heeft nogal een verkeerd beeld, ja, denk ik, buiten Aalst van wat carnaval juist inhoudt. Wordt meestal ook in de media, ik denk dat de media daar ook wel een zekere schuld heeft, herleid tot een grote braspartij. Natuurlijk worden er meerdere pintjes gedronken, maar het gaat ook over het hele gebeuren, de stoet, het maken van de wagens, gans het sociale netwerk dat zich daar rond afspeelt. Dat maakt carnaval. En ik denk dat het belangrijk is vanuit Aalst dat we dat laten zien aan de buitenwereld van Aalst. Het is wel meer als enkel die 3 dagen. Die 3 dagen zijn de finale, bij manier van spreken. Maar je hebt ook gans de aanloopperiode daar naartoe. En we zijn UNESCO Werelderfgoed. Laat ons dat dan ook op de juiste manier naar buiten brengen. Wel, we hebben hier net gehoord dat de mensen hier in september beginnen aan de constructies. En dat ze maanden werken aan hun stuk. Ik denk dat dat inderdaad zeer belangrijk is. Dat hier heel veel mensen met heel veel creativiteit en enthousiasme aan werken. Ook om een boodschap te geven. Het heeft mij echt overtuigd. En ik ben echt onder de indruk van het werk dat hier geleverd wordt. En mijn bijzondere appreciatie gaat ook uit naar al die mensen, die vrijwilligers die hier die hallen hier allemaal klaarzetten en ook alles mogelijk maken, zodanig dat al die groepen, tientallen groepen, hier straks met een wagen, met een praalwagen naar buiten gaan rijden. Er zijn toch heel veel mensen die verbaasd zijn over gans het gebeuren rond het maken van de wagens en dergelijke. Dus ik denk wel dat het een beeld enorm veranderd heeft. En ik hoop ook dat zij dat tegen iedereen die ze kennen zeggen, en dat die mensen massaal naar Aalst komen, ook om het museum te bezoeken buiten de carnavalperiode en om deel uit te maken van toch een belangrijk erfgoed in Aalst, maar ook in de rest van Vlaanderen en België.